Rovermeisjes, we zijn aan boord bij Luc Koppens, waanzinnige dag op Baars. We hebben ons gericht specifiek op het vissen met de Carolina Rig en de Texas Rig. Luc, we hebben hier drie setjes liggen. Die zijn volgens mij speciaal voor deze techniek ontwikkeld. Dat kan je wel zeggen. Deze worden dus heel veel in Zweden gebruikt. En vrienden van mij daar gebruiken ze heel veel met een Carolina Rig of met een Texas Rig. Ja. En eigenlijk is het een supergoed setje voor die manier. Waarom? Het ziet er vrij veel volume uit, maar als je eraan trekt, kan je zien dat het een hele dunne body heeft. De kern is eigenlijk heel dun. De kern is heel dun. Ja. En toch heeft het wel wat body en heeft de krulstart. Het is heel zacht. Ja. Het voordeel ervan is, met die offset haak, als je aanslaat, door het weinige body, kan die heel makkelijk naar beneden schuiven. Kan die haak vrijkomen om mooi te penetreren. En dat maakt dit een goed kunstaasje. Okay. Het voelt ook heel zacht aan. Ja. Als je eraan voelt, ze zijn heel soepel. Dus die vis pakt het. En die voelt niet meteen weerstand of die voelt niet meteen iets hard en dan blijft het ook heel lang vasthouden. Omdat het zo natuurlijk aanvoelt? Omdat het zacht en natuurlijk aanvoelt. De kleuren? Is het het bekende verhaal fel op troep? Ja, kijk, we hebben het redelijk helder water en jij doet er net voor experiment die fel groene aan ja. En je vangt een hele mooie baas. Klopt. Dus ik denk dat het heel veel te maken heeft met de juiste aanbieding op de juiste plek. En kleuren zijn niet onbelangrijk. Maar komt bij mij nooit op de eerste plaats. Okay. Normaal zou je zeggen in helder water natuurlijke kleuren en in meer troebel water felle kleuren. Experimenteren kan geen kwaad. Okay. Ik heb zo ooit mijn record in België gevangen, de fire tire. Dus, juist een beetje op die agressie. Juist op plek. Dus dat kan ook op baas werken. En ik denk als je op een bepaalde stek aan het vissen bent, zoals we nu aan het stekken afvissen, en je hebt drie aanbieden gehad, pas van vijf of zes die argwanend zijn op een bepaald ding dat ze een paar keer geïnteresseerd hebben, en jij gooit er ineens een felle kleur over, dat kan ook ineens werken. Voor één of twee vissen uit die groep. Okay. Dus het kan nooit kwaad om te experimenteren. Dat is het mooiste bewijs. Oké. Okay. Nou, bedankt Luc. We weten het, de ringtees voor de Carolina en Texas Rig. Werkt het? We hebben ermee gevist en ja, het werkt fantastisch.